Vanavond vieren we dat het programma 25 jaar bestaat. Alle presentatoren van de afgelopen 25 jaar die het ooit gepresenteerd hebben zijn ook gekomen. Zitten lekker bij het kletsen, want ook voor hen is het natuurlijk een feestje. Verder hier in huis een bak vol fans. Yeah! 25 jaar geleden was het er voor het eerst. Een speciaal journaal voor kinderen. En dat allereerste jeugdjournaal zag er zo uit. Hallo. Vandaag is in het Westland, dat is het tuinbouwgebied onder Den Haag in de provincie Zuid-Holland, opnieuw de waterleiding bij een tuinder afgesloten nadat men gemerkt had dat het water vergiftigd was. Ruben was 11 jaar toen hij in het jeugdjournaal kwam omdat hij actie voerde tegen gevaarlijke vrachtwagens. Hij heeft al dat actievoeren geholpen. Tamara zocht het uit. Ik sprong achterop bij Ruben van 15. Hij voerde actie voor de dode hoekspiegel. Als ik een vrachtwagen tegenkom en die heeft een dode hoekspiegel, dan denk ik, nou, dat is goed van je. Nou, wij hebben dat gedaan met onze klas en we hebben geprotesteerd. Nou, we gaan naar de Grote Markt. We gaan protesteren tegen betere stoplichten en betere vrachtwagens. In 2001 demonstreerde Ruben en zijn klas voor het gemeentehuis in Haarlem. Ze wilden een dode hoekspiegel op alle vrachtwagens. Met die spiegel zijn fietsers veel beter te zien. Vlak daarvoor was een klasgenootje onder een vrachtwagen gekomen. Wouter die wou rechtdoor zo. En een vrachtwagen die wou dus rechtsaf. En toen kwam hij onder de vrachtwagen en is hij zo overreden. Nati is hier eng met de vrachtwagens. Want hier, als je hier rechtdoor wil met de fiets en met de vrachtwagen rechtsaf, dan kunnen nare dingen gebeuren. Hoe voel je nu als je hier staat? Nou, nog steeds wel met het gevoel van dit is wel gevaarlijk. Maar het is veiliger gemaakt en het is toch beter geworden. Ook door de dode hoekspiegel? Ja, zeker, zeker. Dat geeft een veiliger gevoel, zeker. Want daar heeft de klas keihard actie voor gevoerd. Ze gingen zelfs op bezoek bij de minister van Verkeer. Dat was toen Tineke Netelenbos. En zij herinnert zich de actie nog goed. Ja, dat maakt dus heel veel indruk. Want de kinderen hebben iets meegemaakt en gaan iets doen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen dan iets doen. En niet denken van, wij kunnen er ook niks aan doen. Nee, het feit dat je iets gaat doen, vind ik zo goed. De klas voerde niet alleen actie. Ook vrachtwagenchauffeurs wilden dat de dode hoekspiegel verplicht werd. Jan was één van hen. Dag. Hoi. Jan van Heeswijk. Oh, Jan van Heeswijk. De belangrijkste reden is, een vrachtwagen is gevaarlijk. Die heeft een dode hoek. En zelf ben ik bij een ongeluk betrokken geraakt. Iemand onder mijn vrachtwagen gekregen en overleden. Dan is het heel belangrijk dat het opgelost wordt. Hier zitten drie spiegels op de vrachtwagen. Dit is de hoofdspiegel. Dit is de brede spiegel, die een brede hoek hebt. En dit is de zogenaamde dode hoekspiegel, die de dode hoek wegneemt. In Nederland was eigenlijk iedereen voor de spiegel. Maar omdat vrachtwagens vaak ook uit andere landen komen, was een Nederlandse wet niet genoeg. Er moesten Europese regels komen. Om dat te bereiken gingen Ruben en zijn klas zelfs naar het Europees Parlement in Brussel. Daar wordt van alles naar geregeld door heel Europa. En ze kregen het voor elkaar. De spiegel kwam er in 2003. Alle Nederlandse vrachtwagens moeten hem volgend jaar hebben. De dode hoekspiegel. Yes, onze actie is geslaagd. Geeft je een stuk veiliger gevoel als je op de vrachtwagen rijdt. Nou, ik heb geleerd dus dat het nut heeft. Actie voeren en dat het kan gebeuren. Dat je iets voor elkaar krijgt. Ik ben even aangeschoven bij jullie. Jullie waren vroeger de vaste presentatoren van het Jeugdjournaal. We vinden het heel bijzonder dat jullie er zijn en ook dat jullie met zoveel er zijn.
Niet iedereen is er. Brecht, die is op vakantie, maar omdat ze nou net weg is, wilden we heel graag dat ze er nog even bij was. En zij wil ook nog even iets tegen ons zeggen. Ik moest helaas op vakantie. Ik vind het ook heel jammer dat ik er niet bij ben. Ik had het zo graag allemaal gezien. Want ja, ik heb natuurlijk hele goede herinneringen aan het Jeugdjournaal. Maar ik weet zeker dat jullie zonder mij ook een geweldige avond hebben. Ik wens jullie heel veel plezier allemaal. En ik zeg nog 25 jaar erbij. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel Brecht. Er is thee en er zijn taartjes. Dus praat vooral even bij met elkaar. Maar kijk eerst ook nog even wat anderen over jullie zeggen. Is dat presentator? Wow, deze heeft zeker echt lang geleden gewerkt, jongen. Presentatrice. En het kapsel is ook de jaren 70, schat ik zoiets. Nee? Nee, die ken ik niet. Hans Hoes? Hans. Hans Post. Hans Smit? Ja, Hans Smit, dat is hem. Hij heeft toch ook wel eens een bril op, of niet? Ja, die werd steeds rechter en hipper en strakker. Hey, Weekend Millionaires, hoe heet die ook alweer, die gast? Hij lijkt me echt zo'n goede man, weet je. Met al die dochters. Ja, Robert en Brink, wie kende die niet, maar ik wist niet dat hij het Jeugdjournaal had gepresenteerd. Nee, hem ken ik niet meer. Misschien niet heel veel indruk gemaakt, maar... Ik weet het wel, want ik zag gisteren bij Netwerk iemand die vroeger het Jeugdjournaal presenteerde, plotseling met een grijs pak aan. Ik dacht, huh? Maar die was een meneer geworden. Wanneer is zijn naam kwijt? Maar die trui kan echt niet meer. Hoe heet die? Dat is Frank. Frank Dumosch. Frank! Ik vind wel dat hij leuk haar heeft. Ja. Lekker speels. Ja. Ziet er gezellig uit. Ah. Dat is mijn tijd. Jezus. Marga. Ja. Marga van Praag. Heel bekend iemand. Die natuurlijk nog steeds actief is. Is dit een foto van nu of een foto van vroeger? Dat is niet veel veranderd. Ik ben heel slecht in namen. Maar ik ken er gelijk. Aldid Jonker. Hulder. Nee, hoe heet ze nou? Ja, dat is Aldid. Dat is de enige naam dus die ik onthouden heb. Aldid Hunker. Ja. Nou, Frank. Je had leuk haar, maar een stomme trui. Ja, dat zag er niet echt veilig uit. Maar was die trui ooit wel hip? Ik denk dat dat heel erg hip was, ja. Ik was heel hip in die tijd. Nee, ja. Dat zie je ja, als je het nu ziet, dan schrik je dood. Maar, ja. En Birgit, hoe was dat voor jou? Want jij kwam ook ineens op tv. Ja, met heel raar jaren 70 haar, hoor ik. Ja, ik was met Leonie. Ik volgde Leonie op, zeg maar. Ja. En die heeft ook in haar laatste uitzending ging ze mij voorstellen aan de kijkers. En toen moest ik ook doen alsof ik nog nooit in een televisiestudio was geweest. Weet je dat nog? Ja, ja. Ging jij zo aanwijzen van, ja, daar hangen lampen en dat is een camera. Nee, ik ben gek. Maar was het wennen om op tv te komen? Nou, het was wel meteen de volgende dag gewoon raak, hè. Dat je in de winkel staat en dat je allemaal kinderen echt zo ziet van... En ja, dat vond ik wel gek, ja. Ik had heel lang radio gedaan, ja. Maar dat effect had ik nog nooit meegemaakt. Nou, dank jullie wel. Voor nu, we zien jullie zo nog even, maar dank je wel. Speelgoed. Bergen ervan hebben kinderen de afgelopen 25 jaar mee naar school gesleept. En dat was voor leraren niet altijd heel erg leuk, want er zat van alles bij. Pratende beesten, zoals zo'n Furby, die heel moeilijk uit te zetten ook is. En andere lawaaiige speeltjes. Er waren ook raasjes waar zelfs ruzies over ontstonden op het schoolplein. Maar... voor kinderen was het helemaal te gek. En je hebt ze in allerlei kleuren. Finisar, Slowpoke, Slowbro. Uh-huh.
25 jaar geleden had niemand er nog van gehoord. En nu weet bijna iedereen op de wereld wat het is. De ongeneeslijke ziekte AIDS. In het Jeugdjournaal hebben we daar steeds over verteld. En ook uitgelegd wat die ziekte met je doet. En één jongetje herinneren we ons allemaal. Nkosi Johnson van 11 uit Zuid-Afrika. Hij wilde meer aandacht voor kinderen met AIDS. Nkosi is overleden, maar in Zuid-Afrika ontdekten we dat hij nog lang niet is vergeten. And when I grow up, I would like to lick the whole world. If my mom and dad would lick me to teach that you can accept AIDS, respect AIDS, and not to discriminate. I was young. I was like 3 years, then I turned 4 years. Then Kosi was 11 years. It was my best friend. It's a sick bill where the deep infected people live in, and this is one of the workers. She helps around with the people who are sick. This is our room where all the junior boys sleep. We zijn in Nkosi's Haven. Dit opvanghuis is opgericht door Nkosi en zijn adoptiemoeder. Moeders met de ziekte AIDS kunnen hier wonen samen met hun kinderen. En er wonen kinderen die helemaal geen ouders meer hebben, ook door AIDS. Veel kinderen zijn zelf ook ziek. 9, 10, 11, 12, 13. And how many times a day do you take them? Sometimes in the morning, sometimes at night. Like this one, I take it one time at night. This one, I take it 2 times at night. Als je besmet bent met het HIV-virus, kun je de ziekte AIDS krijgen. En heb je AIDS, dan word je nooit meer beter. Nkosi werd wereldberoemd door de manier waarop hij over zijn ziekte sprak. You can't get AIDS by hugging, kissing, holding hands. We are human beings. We can walk, we can talk. The people from outside, they don't understand. And they seem like they hate the people who are HIV positive, because they think that if you stay with a person who is HIV positive, you're gonna get it. So it's not easy to stay outside there, and it's better to stay here. I think it was really brave of him, because for the experience that I've been through, I also think that all children deserve to have a shelter. In Zuid-Afrika worden kinderen met AIDS maar moeilijk geaccepteerd. Er zijn Zuid-Afrikanen die denken dat AIDS een soort straf is die je wel verdiend zult hebben. Sommige families worden zelfs zomaar op straat gezet. The agents of the flat, they just locked the flat. When we were at school, my mom was looking for a job in town. So when we came back from school, the flat was locked. We couldn't get back in. Nkosi's Haven is nu een veilige plek voor 14 moeders en 50 kinderen. Dat was Nkosi's droom. En dat het nu zo'n succes is, heeft hij zelf niet meer meegemaakt. Nkosi stierf in 2001. Hij was 12 jaar en de ziekte AIDS had hem uitgeput. Hij stierf als een held. This is what they call the hero section. And this was donated to us by the city parks. There are political people. I see a soccer player, a big soccer chief is buried near here. What does it mean to you that you can stay here with your mother? It means a lot, because
Because my mother, she used to show me the love that she has to me. But then last year, she couldn't show how much she loves me like she used to be. She couldn't spend time with me like she used to be. But because we live here now, we can spend time, can tell each other our problems. Kosi died not realizing quite the impact he made, and just quite the international. Did he? No, no. Sometimes when I sleep, I think about him, and then I say, and then I remember about my mom in heaven. Also my dad. And I also remember that when I go in heaven, I'm going to see them. I wish that. De 1 april grappen van het Jeugdjournaal. Ieder jaar weer trappen er heel wat mensen in, jong en oud. Ik zelf ook toen ik kijker was. En als ik ze nu terugzie, dan denk ik van, nou ja, dat je dat gelooft. Maar ja, dat is makkelijk praten achteraf. Koeien hebben ze al, maar binnenkort zullen ook andere dieren in Nederland eraan moeten geloven. Een oormerk. Het ziet er naar uit dat kinderen voortaan vanaf hun 10e jaar belasting moeten gaan betalen. Wat vind je daar nou van? Grappig normaal. Nou, als je toch belasting moet betalen, geef ons ook dan maar kiesrecht. Apen vinden het leuk, dat hebben we gezien in het onderzoekje. De kinderen die vinden het waarschijnlijk ook heel leuk om door een aap ontluisterd te worden. Dus ik zie geen enkele reden dat als ze elkaar kunnen helpen, waarom dan niet aap en mens wat dichter bij elkaar gebracht wordt. En ben je erin getrapt of had je de grap meteen door? Gisteren kon je in het Jeugdjournaal zien hoe apen kinderen kunnen ontluizen. Wij willen dus de kinderen oproepen om mee te doen aan deze test. De kinderen kunnen bellen om zich op te geven. En we hopen op deze manier dat binnen een paar maanden heel Nederland luizenvrij zal zijn. Apia, goedenavond. Hallo. Je hebt nog helemaal geen luizen. Weet je wat voor dag het is vandaag? Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent wie je bent. Het programma is nog niet op televisie of er is al herrie over. Little Brother. Het wordt de opvolger van het superpopulaire Big Brother. Maar nu laten kinderen zich vrijwillig opsluiten en 24 uur per dag volgen door camera's. Voor de zomer moeten alle honden een oormerk hebben. Ik doe het niet hoor. Mevrouw, weet u wat voor dag het is vandaag? Ja, maandag 1 april. Nee, echt? Ja, echt. Oh, okay. Leuk nieuws voor minister-president Jan-Peter Balkenende. Hij krijgt een kleine rol in de nieuwste film van Harry Potter, De Gevangene van Azkaban. Ik ineens wat bekender werd, toen kwam ineens Harry Potter, ook met al die foto's. En toen zei iedereen van, hey, die lijken wel op elkaar. Toen hebben heel mensen veel om gelachen, dat kijk wel leuk. Duizenden mensen hebben het echt geloofd. Een eeuwenoude mummie waarvan het hart weer ging kloppen. Lullig. Ja, vind ik een klote streek. Om 12:30 komen de eerste mensen al aan. En om 13:00, het grote moment, staat er heel wat publiek te wachten om de mummie met eigen ogen te zien. Het leek ons een uitdaging om dat hart weer te laten kloppen. Ik dacht dat er echt eindje in lag. We hebben vanochtend erover praten dat we mummies zouden zien. En dan kom je hier en staat, kijk, ik zie helemaal geen mummie. Ik krijg een lege kist te zien. Ah. Ik vind het wel een hele goede job. Ja, ik vind het te gek. Echt waar. Ik vind het ontzettend leuk dit. Voetballers, opgelet. Bij de jeugd worden helmen verplicht. Op zich vind ik het wel leuk, maar het zit wel heel kut. De elftalfoto, met helm of zonder? Ja, ik denk beide. Ik denk dat als dit echt ingevoerd gaat worden straks, dat je dan er niet aan ontkomt dat je ook een foto met helm neemt. Ik vind hem wel lekker zitten, alleen je gaat er wel heel erg van zweten. Ik had wel eens hoofdpijn, maar nu heb ik nooit meer hoofdpijn.
Belasting voor kinderen, nou maak het een beetje. Als jij dacht dat de regering zoiets echt wilde gaan invoeren, dan ben je er mooi in getrapt. Het was een 1 april grap. Die belasting voor de kinderen, ja? Op welke leeftijd valt dat in? Tegen 8 hielden ons telefoons ineens op. De telefooncentrale van Hilversum was kapot gegaan door het enorme aantal reacties. Weet u wat voor dag het is vandaag, mevrouw? 1 april. Dat is een goeie. Pesten blijkt toch nog steeds een beetje een moeilijk onderwerp. We hebben er in 25 jaar jeugdjournaal heel veel aandacht aan besteed. Maar toch vinden kinderen het nog steeds heel moeilijk om over te praten. Daarom was het des te dapperder van Melvin dat hij in het jeugdjournaal wilde vertellen hoe hij het vond om heel erg gepest te worden. En Lotje ging kijken hoe het nu 12 jaar later met hem ging. Hoe zou het nu ruim 11 jaar later met Melvin gaan? Na een beetje speurwerk komen we uit bij een computerwinkel in het Zeeuwse Arnhem-Muiden. Hallo. Hallo. Ben jij toevallig Melvin? Ja, dat klopt. Hallo. Lotje Bogers van het Jeugdjournaal. Hallo. Melvin wil wel met ons terug in de tijd. Kijken naar een oud jeugdjournaal en praten over de vroegere pestpartijen. Terugdenkend, ja. Ik werd toen best gepest. Best veel. En als er, ja, als één pest in de jongen is, niet erg, maar het waren meerdere. Het waren er 4, 5, 6, dan die. Ik ging toen ook met een tegenzin naar school. En ik was altijd blij dat ik thuis was. En ik heb ook echt zo'n periode gehad van waarom leef ik toch? Ik ben liever dood. Je bent hier 14 en je zegt dat je misschien dat je wel eens liever dood zou willen zijn. Als je dit terugziet, vind je dat dan niet heel heftig? Ja, misschien wel heftig gedacht. Maar op dat moment had ik echt zoiets van, wat maakt het mij nog uit? Het houdt niet op, het stopt niet. Op een gegeven moment ga je denken naar oplossingen. Zonder te praten is op een gegeven moment dood willen een van je stiekem wensen. En dan gingen ze schoppen meestal en scheldwoorden. En naar school gingen ze dus achter me aan. Ik heb het kunnen zeggen aan een groot publiek. En voor toen was voor mij, ik denk, de realisatie van, ik ben niet de enige. En dat heeft voor mij het punt gehad wat ik gezegd heb van, ik kan hiermee door. Daarom doe ik het. Voor mezelf heb ik het gedaan. Samen met Melvin bezoeken we zijn oude school. Een speciale school waar hij naartoe ging omdat hij zo gepest werd. Er werd veel geholpen. En op het moment dat je ook naar de stoel stapte van, die jongen die pest mij. Dan werd er ook die jongen erbij gehaald en werd er ook gepraat. Niet altijd met resultaat, maar er werd wat gedaan. En dat was echt altijd wel heel fijn. Ik hapte altijd. En er is me hier echt geleerd van, je hoeft niet altijd te happen. Je kan ook gewoon even weglopen. Maar dit was mijn eerste lokaal. Kijk, ze is er nog. Hey Marijke, aangenaam. Alles goed? Ja, prima. En met jou? Na 10 jaar nog steeds levend. Ja, ik zou je echt niet meer terugkennen. Nog steeds wordt op deze school in Middelburg veel aandacht besteed aan het pesten. Maar we besteden zowel aandacht aan de pester, als de meeloper, als de gepeste. Aan alle drie de groepen. Want als je maar alleen aan degene aandacht besteedt die de pester is, ja, dat is niet verstandig. Dan lost het niks op. Dus we zijn daar volop mee bezig. En je kan ook hier zien, we laten wat foto's hebben gemaakt om te kijken hoe de regel is. Hier op school, niemand pesten, bedreigen of geweld aan doen. Daar letten we echt heel goed op. Daar sta ik dus. Als ik eraan terugdenk en dan echt aan de pestpartijen ga denken, dan kan ik nog best met tranen in mijn ogen zitten. Maar het is voor mij nu wel een punt van, ik heb volgehouden, ik ben doorgegaan en ik ben de winnaar. Tenminste, ik heb het gevoel dat ik de winnaar ben. Dat ik het overleefd heb, of hoe moet je dat zeggen? Dat ze me niet klein hebben gekregen, dat ik altijd in mezelf ben blijven geloven en altijd heb gezegd van, ik kan het, ik ga door en we gaan ervoor. En dat heeft me denk ik gemaakt tot wie ik nu ben. Voor mij echt een les geweest om echt te zeggen van, jongens, vertel je verhaal,
Ja, en daarna leer je vanzelf op een gegeven moment dat op het moment dat je het verteld hebt, dat je er beter om voelt. Dat je je gelukkiger voelt, blijer. Ja, doordat je je blijer voelt, kan je die pestbuilen aan. Want dan kan je ze een woordje van eigen deeg geven. En nu ben je gelukkig? Nu, ja. Absoluut. In de studio's van het Jeugdjournaal zijn heel wat verkleedpartijen geweest. De ene keer zijn ze heel erg leuk, de andere keer een beetje gênant. Maar bijna alle presentatoren hebben wel eens aan toneelstukjes gedaan. Winfried heeft een paar van de mafste opgezocht en ging ermee naar de presentatoren van toen om te kijken wat zij zich ervan kunnen herinneren. Goedemorgen, Winfried van het Jeugdjournaal. Mag ik even binnenkomen? Winfried Baijens van het Jeugdjournaal. Ja. Hier in de studio van Radio 2. Ja, kom binnen. Hij is het echt. Goedemorgen. Ja, fijn dat we even langs mogen komen. Goedemorgen. Kun jij je dit nog Gaat herinneren? U even iets voor uzelf doen, dames en heren? Een plaatje luisteren of iets dergelijks? Dan praat ik even met Winfried. Ja, ik ben het echt. Ik ben het in een sumo-luier, weet ik nog. Naakter dan dit ben ik nooit geweest in het Jeugdjournaal, geloof ik. Al vanaf het begin van bij het Jeugdjournaal was jij erbij, toch? Ja. Even een hoogtepunt. Nee. Kun je dit nog herinneren? Oh. De lambada. Ik weet niet of kinderen van nu dat nog weten. Denk vinden. Het was heel ouderwets. Het was een dans. Ja. Hier is die exotische dans heel erg populair. Kom op, Edson. Zullen we even? En dan vonden mensen ook wel een beetje dat het een schunnige dans was. Je ziet het? Ik moet nog heel wat oefenen. Maar die dans kende ik dus niet. Dus ik heb 's middags met een jongen de hele middag op de redactie geoefend. 6 jaar presentatrice van het Jeugdjournaal geweest. En nu werkt ze bij het Grote Mensenjournaal. Als het goed is, is ze nu aan het repeteren. En mogen we even binnenkomen? Nou, hij is echt schitterend. Als je erop uitgaat, flink erop uitgaat, zorg dan dat je een lekker warm pak aan hebt. Het ging over, volgens mij, over carnaval. Maandag zijn we er weer. Veel plezier. En dat dit pak zo populair was om de kinderen. Als het goed is, ja, moet u dit zijn. Uiteraard. Klopt dit? Jezus, niet er. Kunt u het nog herinneren? Moet je kijken, hier. Ah! Wat was er aan de hand? Ik heb geen idee. Ah! Oh. Hallo allemaal, ik keek naar het Jeugdjournaal en toen keek ik hiernaar. Ongelooflijk dit. Schrik maar niet, het is geen overval. Het is trouwens ook geen echt geweer, al ziet het er wel zo uit. Moet je kijken, zeg, de Westpartijen. Leuk dat jullie keken, leuk dat jullie er waren. Voor nu een hele fijne avond en wij zien jullie later. Dag! Dag! Dag.